Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag en ik moet rijden. Ik heb net mijn vaccin gehaald, want ik ga op Oostenrijk. Ik ga op wintersport en daar moet je allemaal vaccins voor hebben. Ik heb niet echt een mening over vaccin of zo. Als je het moet doen, als je het wil doen, doe je het lekker. Als je het niet wil doen, doe je het lekker niet. Als we het niet gehoeven hebben, dan had ik het niet gedaan. Maar ja, ik wil gewoon graag mijn leven leven. Zeg maar. Dus ja, niet dat ik er heel erg in geloof. Maar laten we gewoon lekker iedereen zelf bepalen wat diegene met zijn lichaam wil doen. Dus that's my opinion. Ik heb er nooit echt over gepraat of zo. Maar ja, ik dacht, ik ga het nu halen. Dus dat kan ik wel gewoon even zeggen. Maar goed, ik ga nu naar de bushalte. En naar werk. En vanavond gaan we dus boksen op werk. Heel erg leuk. Dus ik heb ook mijn boksspullen mee. Ja, dus dat is my day. Alright, het is inmiddels alweer avond. Vanavond gaan we hier boksen. Ik heb mijn boksspullen mee. Maar het is om 6:30 en we zijn natuurlijk 5 uur klaar met werk. Dus ik heb even een eten gehaald. En een Mexicaanse kipsalade. Een beetje fruit voor de vitamins. En Cola Cherry Zero. Zo, dan gaan we nu even eten en dan gaan we lekker sporten vanavond. Hallo allemaal, ik ben inmiddels klaar met het boksen. Het was zo leuk. Ik ben helemaal aan het trillen. Ik kan gewoon niet mijn camera vasthouden. Dus ik moet even neerleggen. Het is nu avond. Nou, het is nu 8:30. Ik tril gewoon helemaal. Ik kan gewoon niet mijn blikje vasthouden. Maar dat betekent dat de bus zo niet aansluit. Het gaat om 8:30 en de trein kwam precies aan toen mijn bus wegging. So that is very annoying. Dus ik heb wel lekker gegeten, dus het maakt ook niet uit. Als ik thuis kom, ga ik lekker douchen in en mijn bed in. Ik heb contact met een makelaar die een huis gaat zoeken voor mij in Amsterdam. Only need a roommate. Maar dat komt wel goed. Het was echt een heerlijke dag. Heerlijk, heerlijk gesport. Sorry dat ik echt zo'n rare engel heb, maar ik kon het echt niet van zo met mijn handen trillen. Man. Van boksen. Het was echt, echt heel leuk. Echt een goede trainer was het. Dus ja, ik denk dat het zo. Ja, ik ga dit gewoon elke week doen. Dus ja, echt een hele fijne dag. Van helemaal gedaan, helemaal goed. En ik kan niet wachten tot ik in Amsterdam ben. Zoveel zin in. Voor de mensen die mij wekelijks kijken. En dan bedoel ik echt elke week vlog. Die kennen het misschien al, want ik heb het vaker benoemd. Maar I wanna mention it again. De app Hadza is echt mijn online shopping buddy. I love it. Sommigen van jullie zijn al gaan volgen. Follow me. Ik ben het gewoon Savenwoord. Het is eigenlijk gewoon een app die verzamelt al jouw producten die je wil. Je kan dus borden aanmaken. Het is eigenlijk gewoon een soort Pinterest. Maar dan met producten. En die meteen naar de site gaan waar je het kan kopen. Dus het is eigenlijk beter als Pinterest. Want op Pinterest zie je helemaal goals, plaatjes. En denk je echt, dit wil ik. Waar kan ik dit kopen? En hier heb je gewoon een bord. Ik heb bijvoorbeeld travel. En ik wil zo graag zo'n suit koffer. Nou, dan klik je erop. Bijvoorbeeld de roze. Ik heb ze allebei. Toon in de webshop en je gaat meteen naar de bijkorf, wordt je doorgelinkt en kan je gewoon de koffer kopen. Dit is toch wat je wil? Ja, je kan me dus volgen. Ik heet gewoon Sarah Verwoerd. En je kan dus ook borden met mensen delen. Dus als je bijvoorbeeld een gedeeld bord met iemand wil maken, kan het ook. Ik heb hier ook al mijn make-up favorites in staan die ik allemaal nog wil kopen. Het is eigenlijk gewoon een soort wishlist. Maar dan 100 keer handiger. Ze hebben dus de app die te downloaden is op de App Store. Maar ook voor Android. En ze hebben gewoon een website. Ja, met de app heb je dus eigenlijk gewoon alle websites binnen 1 klik bij de hand. En voor mij is het echt ideaal. Ik vind het echt super chill. Want ik ben ook echt een Pinterest fan. Ook met interieur. Ik ga natuurlijk verhuizen in Amsterdam. Lekker een bord maken met allemaal inspiratie wat ik wil. En als ik denk van oké, it's time to buy. Klik op de knop en ik ga naar de website en ik kan het bestellen. Maar dat niet alleen. Als je namelijk de app op je telefoon hebt staan en je bent gewoon op het scrollen, aan het scrollen op het internet. En je komt iets leuks tegen. Bijvoorbeeld een koffer. Ik wil eigenlijk echt een nieuwe koffer, maar mijn koffer is echt dead. Gewoon, maar
Dan hoef je niet helemaal naar de app en het op te zoeken, weet ik het allemaal. Als je iets leuks tegenkomt en je denkt niet van, ik ga het nu kopen, maar ik wil het eigenlijk wel op een wishlist hebben. Kan je dus gewoon via de share button, die iedereen letterlijk op zijn telefoon hebt zitten, staat die dus hier tussen. En kan je zo meteen klikken, hoop, en gaat hij naar de app. En kan je hem aan een board toevoegen die je wil. Nou, ik wil hem bijvoorbeeld aan travel. Doe ik hem bij travel. Plaats op board. En hatsa, hij is opgeslagen. Dus ja, het is niet alleen dat op de app zelf. Maar je kan hem gewoon, als je dus aan het online webshoppen bent op je telefoon. Kan je gewoon, oh dit vind ik leuk. Hup, wishlist. Voilà, zo simpel is het. Ook is het handig om bijvoorbeeld de push notificaties aan te zetten. Dan blijf je up-to-date van je vrienden als ze wat erop hebben gezet. Of als je mij volgt wat ik erop heb gezet. Zo kan je inspiratie bij elkaar opdoen. Ik ben soms ook een beetje inspiratieloos. Dus vind ik het ook heel fijn door andermans borden te kijken. Van oh, die heeft dat en dat. Dus dat geeft natuurlijk nog meer inspiratie. Dus dat is heel leuk. En we hebben ook een mega winactie voor jullie. Waar jij 150 euro shoptegoed kan winnen. Dus maar van whatever je wil. Wat er op jouw nummer 1 verlanglijstje staat op Hadza. Daar kun jij 150 euro shoptegoed van winnen. Het enige wat je hoeft te doen is een account aan te maken op Hadza. Minimaal 1 shoppingbord aan te maken. En mij te volgen op Hadza. Op 15 februari wordt de winnaar bekendgemaakt. En dit wordt gedaan via e-mail. Dus de e-mail waar jij een account op hebt gemaakt. Dus ja, dat was het eigenlijk. Wil je dus eigenlijk gewoon 150 euro winnen om te shoppen op Hadza. En jouw favoriete nummer 1 item te kopen die op je verlanglijstje staat. Vergeet dan dus zeker niet mee te doen. De stap staat ook nog in de beschrijving. Dus ja. Girls, let's sit and have a chat. Zo, ik lijk wel een like op beeld. Ik ben ook echt mega vet. Niet normaal. Ik dacht, ik ga even lekker mijn skincare routine doen en lekker kletsen met jullie. Because I missed it. Soms ben ik gewoon te druk om gewoon lekker met jullie te praten. Oh, ik tril nog steeds een beetje van boksen. Maar ja, dat is bijna voorbij. Volgende week is mijn laatste stageweek. En dan ga ik er gewoon parttime werken. Echt zoveel zin in. Ik heb echt de leukste baan ooit, jongens. Bij mijn management en gewoon mijn YouTube en alles. Het is echt mijn droom die uitkomt. Echt al wat je me 2 jaar geleden vertelt. Ik was gaan janken. Dit is gewoon mijn droom. Dit was gewoon echt mijn droom om heel leven. Dus het is echt op mijn lijf geschreven dit allemaal. Echt, I love it. Ik gebruik trouwens de Hilo Rustic Edit Acid en een Niacinamide van The Ordinary. En ik gebruik nu sinds kort deze crème van Babar. Die heb ik wel eens vaker in laten zien. Volgens mij in de vorige week vlog. Heel lekker crèmetje. Zit tussen een serum en een crème in. I know, ik smeer echt veel mijn gezicht, maar ik pleur het er allemaal lekker op. Ik ga in Amsterdam wonen. Het wordt steeds officiëler. Ik wil het zeg maar niet meteen delen, omdat zo gaat het helemaal niet door. Of dagcreme. Nou, dag en dagcreme. Ik dacht, het gaat helemaal niet door. Of ja, komt er iets tussen. Maar ik ben nu echt serieus in contact met een makelaar. En die wil eigenlijk voor mij een huis gaan zoeken binnen een maand. Dus ik ga jullie met het hele proces meenemen. Ik heb zelf een beetje geprobeerd via Funda te zoeken. Maar het is echt zo lastig om ertussen te komen. Dus ja. Ik ben helemaal blij. Hij gaat het helemaal voor me fixen. Fuck Jill. Ik heb het van Oshie, van meisje van mijn stage. Helemaal leuk. En ik ben gewoon op zoek naar een huisgenoot dus ook. Maar ik wil het liefst iemand die ik wel soort van ken via misschien. Dan doe ik deze op. Spreetje. Heerlijk. And not to forget de lash serum. Dus ja, het wordt echt steeds echter. Ik had van het weekend wel een halve paniekaanval. Omdat ik dacht, oh my god, het wordt zo echt. En wil ik dit allemaal wel? Maar dit is ook eigenlijk een droom sinds ik 14 ben. Ik zeg altijd, ik ga in Amsterdam wonen. Als ik 18 ben, ga ik meteen het huis uit. Dan ga ik in Amsterdam wonen. Nou, little did I know, dat geld. Ja, dat had ik natuurlijk helemaal niet op mijn 18e. Dus dat werd hem niet, maar ja, nu ik daar gewoon ga werken, met YouTube en alles heb, kan ik het prima betalen. Dit is, ja, dat is helemaal top.
Dus dat eigenlijk. Helemaal leuk vooruitzicht. Ik heb echt helemaal zin in. Afstuderen gaat dus wat later. Omdat ik een deadline niet heb gehaald. Daardoor in blok 4 en blok 1 van het nieuwe jaar ga afstuderen. Maar goed, dan heb ik even tijd om lekker te verhuizen. En alles op een rijtje in Amsterdam te krijgen. Zodat het wat chill is met afstuderen. Ik heb trouwens ook een pakketje ontvangen. Met hele mooie oogschaduwpaletten. Ik ben laatst tijd helemaal into de eyeshadow. Voor in het weekend dan natuurlijk vooral. Zo excited. Het is gewoon echt iets waar ik al zo lang naar heb uitgekeken. Ik ben gewoon zo trots dat ik nu 20 ben en dit allemaal bereik. En ik heb zo'n zin in het nieuwe jaar. Met al deze leuke uitzichten. Echt mijn liefde. Oeh, de oogschaduwpaletjes. Eén is dus met een beetje natural colors. En eentje met heel veel kleurtjes. Dus dan kan ik lekker gekke lookjes mee maken. Let's see. Dit is volgens mij met de natural colors. The Golden Twenties. Heet het. Leuke naam. Look at these. Oh, het ziet er zo satisfying uit. Oh my god. Ik tril nog steeds een beetje mijn boxen. Dat is heel vervelend. Dit pigment is niet normaal. Die glitters. Kijk dan. Het is toch amazing. Dit is geweldig. En er zitten ook mooie matte kleuren bij. Zodat je mooi kan mengen. Like it. En dan eentje met heel veel kleurtjes. Dat heb ik echt gewoon nog totaal niet. Dus dat is leuk. Want dan kan ik ook gewoon soms een beetje een gek lookje doen of zo. Leuk voor foto's. Het is van Linda Hallberg. Dat is het merk. Kijk. Dit is toch geweldig. Kijk hoe gaaf. Gewoon groen en roze en blauw. Ik ben er zo benieuwd naar. Ook een hele mooie zilver. Echt amazing. Ja, dit vind ik leuk. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ja, ik was eigenlijk de Nikki Beauty aan het uittesten. Net deze primer opgedaan. Heerlijk. Je voelt hem echt over je gezicht heen. Ja, echt als een primer. Egaliseren of zo. Dan ga ik nu de foundation gebruiken. Ik heb de kleur light medium. Ik ben benieuwd of het een goede kleur is. Ik heb altijd liever wat lichter. Dat ik zeg maar met een contourstick het een beetje kan opwerken. Dan dat ik een veel te donkere kleur heb. Maar het ziet er tot nu toe eigenlijk wel goed uit. Ik wil niet te veel foundation hier. Want het is eigenlijk niet nodig. En ik ging gisteren blenden met de kwast van Nikki. En dit ging echt top. Want ik was mijn beauty blender vergeten. Maar het geeft echt een mooi airbrushed effect ofzo met deze kwast. Het is ook echt de perfecte kleur gewoon. Nou, de kleur ziet er echt perfect uit. Echt perfect. Vind ik wel heel chill, want ik had echt geen zin om naar de badkamer te lopen. En mijn beauty blender laten maken. Dan even concealertje. Ja, concealer moet dus eigenlijk wel weer met een beauty blender gaan doen. Dus het slaat maar zo. Dan heb ik een contourstick van Nikki. Ja, sorry. Holy shit, ik tril gewoon nog steeds van de boxen. Contourderig uit en niet bruin. Echt een soort contourkleur. Het ziet er allemaal een beetje vlekkerig uit. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Favorite blush van Anastasia. Echt mijn favorite
En waar hij zo gepigmenteerd is, niet normaal. Dan een beetje highlighter. Zo. Dat waren voor mij alle producten. Ik ben er helemaal tevreden over. Dus het was een fijn om afwisseling te hebben. Dus dat is top. En ja, dan ga ik even mijn make-up afmaken. Nog wenkbrauwen en mascara. Dus dat is niet zo boeiend. Oké, het is inmiddels avond. Hele dag gewerkt. Ik ben echt gesloopt. Het is 7:45. En ik ben helemaal gesloopt. Ik weet niet wat het is. Ik ga even de weekvlogje editen. Morgen ga ik naar school om te leren. Want ik heb volgende week woensdag een tentamen. So not in a mood to study, but I have to. Yeah. My sister lives next door. Yeah. Yeah. Ik ga even. Nee, ik moet zeggen. I'm done editing. Yay. Ja, het is 9:00 en ik ben al klaar met editen. And it feels good and productive. I don't know if it's just me, maar ik heb echt last van volle maan. Ik heb zo'n laag energielevel. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar oké. Okay. Ik twijfel echt om naar stand te gaan. Because I miss him. Maar hij moet tot 10:00 trainen. En dan morgen vroeg werken. Maar ik denk dat ik het wel ga doen, want ik heb toch niks anders te doen. Dus ik ga gewoon naar hem. Ik heb echt niks nuttigs toe te voegen aan de vlog. Oh, ik heb trouwens een pakketje ontvangen. Heel leuk. Van een zelfpenning iets. Ik ga dat kijken. Zo ziet het eruit. Het is van Rockbrun. Tan Sunless. Je wordt dus lekker tanny without the damaging effects van de zon en de zonnebank. Oeh, oh, nog een verpakking. Oh, jee. Een face serum. Ik ben benieuwd. En ik heb er ook zo'n handige handschoen bij gekregen. Ik ben echt benieuwd. En ik heb trouwens van Merel dit drankje ondervonden. Kombucha. Kombucha. Echt love it. Met de smaak ginger. Ik weet niet of het goed voor je is, maar ik vind het wel heel lekker. Oké, ik heb net even gelezen en het moet dus een soort van 4:00 intrekken. En ik lig sowieso binnen 4:00 in bed. En ik wil niet dat mijn bed vies wordt. Dus ik denk dat ik het gewoon lekker op een zaterdagochtend ga doen. En dan kan het lekker de hele dag intrekken. Maar ja, ik ga het sowieso in de vlog laten zien. Dus ik ben benieuwd. Het ziet er echt super chill uit. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik ben bij Stanwees slapen en ik ga nu naar school om te leren. Ik hoop dat ik het red. Ik heb gisteravond een soort sapje gemaakt van komkommer, ananas, gember en citroen. En dit schijnt dus goed voor je te zijn. Dit wil ik elke ochtend gaan drinken. Waarom ben ik niet scherp? Een soort detox en mijn wimpers zien er niet uit. I'm so sorry, I look like shit. Maar goed, ik ga snel naar school. Ik ben vandaag dus op school. Ik ben weer met Betel. De study girl. We hebben even lekker fucking veel eten gehad. Ik heb een sushi. En een rolletje. Een borek. En jij hebt een super lekker salade. Yum. Nou jongens, ik kan wel janken. Echt het ergste ooit. Daar staat mijn auto gewoon. Ik ben gewoon mijn autosleutels kwijt. Ik snap er niks van. Ze hebben gewoon in mijn tas gezeten. Gewoon echt mijn sleutelbos, mijn autosleutels, mijn scootersleutels, mijn scooteralarm, mijn huissleutels, stansenhuissleutels, alles. Ja, ik ben in de bus geweest, in de metro, in de trein, op school. Ik heb naar school gebeld, maar die gaan me terugbellen. Maar ligt denk ik sowieso niet op school. Ik kan me niet voorstellen. Ik ben gewoon helemaal kwijt. Echt, oh. Ik kan echt wel janken. Ik word niet goed. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik met mijn domme kop heb hier het geluid niet opgenomen. For some reason. Ik weet niet wat het was. Maar ik zei allemaal leuke dingen. Ik zei goedemorgen, mijn wimpers zien er niet uit. Oh my god, wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Mijn leven is kapot en dood. Nou, ik ga naar werk. Dag. Oké, we hebben een hele setup gemaakt. Nee. En we gaan waar is Pluto? De aflevering van Boos en The Voice kijken. We hebben lekker snacks gehaald. Helemaal chill. Gaat goed. Ja, dat zeg ik nu al 3 keer, maar wat moet
Het is inmiddels alweer avond. Ik heb de hele avond geleerd voor mijn tentamen. Ik heb een heerlijke onesie aan. Love it. Ik heb ook lekker gedoucht, mijn haar gewassen. En ik ben echt on my period. TMI. En ik heb er helemaal slecht uit. Ah, fuck mijn lijf. Maar ik was wel blij dat ik het werd, want het duurde echt tering lang. Ja, het is laat. Ik ga slapen. Het is 12 uur of zo. Good night. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Kijk hoe een mooie zonnetje. Ik heb hem opgemaakt. Alleen mijn mascara nog niet, omdat dat dus niet wil meewerken. En we gaan dan vandaag foto's maken op werk voor de website, want dan krijg je een nieuwe website. Dus ik heb de topje aan, blazer, broek, schoenen. En ja, ik ga proberen mijn mascara daar te doen. En otherwise, I'm fucked. Daar heb ik geen mascara op. Alright guys, het is inmiddels vrijdagavond. Het is 9:15. Ik heb vandaag op school geleerd. En het is zo kut. Ik heb volgende week een tentamen. Ik ga het gewoon echt. Het is zo moeilijk en het is zoveel. Dus deze ben nu bestand. Ik heb bestand gegeten. En hij is naar de sportschool. En ik ben aan het leren. Ik weet niet wat de fuck er met mijn haar is gebeurd. Maar ik ben helemaal niet aan het leren. Ik krijg zo mental breakdowns van dit soort dingen. Het is mijn laatste tentamen die ik ooit in mijn leven hoef te maken. De laatste tentamen van mijn opleiding. But I got no motivation anymore. Ja, ik ben het gewoon echt helemaal zat. Mental breakdown for life. Dit is maar het moment dat je alles liever doet behalve leren. Dan ga je echt van die weird ass shit doen dat je normaal niet doet. Gewoon puur leerontwijkend gedrag. Morgen heb ik trouwens een leuke dag. Ik ga in de ochtend filmen met Anne en Nina. Wat is hier nou weer? En daarna ga ik naar Amsterdam. Gaan we lekker een rondje lopen. We willen misschien zo'n tour doen dat je aan ons allemaal teentjes gaat. En daar is Sunny. Hey. Hey. Wat was sporten? Leuk. Goed. En dan gaan we dan een rondje lopen door Amsterdam. Ik zit in. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag... Welke dag is het nou? Zaterdag. Jezus, ik heb gewoon lekker vrij. Ik heb me helemaal opgemaakt en zo. En ik ga zo filmen met die... Julia, wou ik zeggen, wat zit in haar? Met Anne en Nina. We gaan namelijk een naked video opnemen. Helemaal zin in. We hebben echt onze favoriete items geshopt. Met Chiquel items. Dus ik ben helemaal benieuwd. En daarna gaan we gezellig naar Amsterdam. Gaan we naar de Albert Kuip. En lekker wat eten. Een rondje lopen. Helemaal gezellig. Dus dat is een beetje de planning voor de dag. Dus ja, helemaal zin in. Nee. Wat? Maar Annie is... Schrok je niet? Ja, ik dacht niet. Nee. Dat was net uit uitleggen. Ja, zo. Leuk zo. Ja. Dat moet je houden. Ga je dat aandoen voor de video? Heb je die broek ook nieuw? En je schoenen! Nee, nou. Ik heb die broek niet nieuw. Mag ik dat vragen? Ja. Wow, Anne die zit helemaal in een oudje, jongen. Helemaal leuk. Ja, Rim ligt daar. Ja! Maar we gaan lekker opnemen. Ja. Yay. Huh? Wat voor mensen? Ja, haar lijkt opeens heel donker. Of lijkt het op de film? Ik heb net met zilver shampoo mogen wassen. Oh. Ik dacht juist, het ligt er nu. Ah. I'm obsessed. Nee, hoe zeg je dat op TikTok? Stop dreaming like a girl is obsessed. Ja. Maar we zijn helemaal... Kiss me is goodbye. Kunnen we die nog een thumbnail misschien zo maken? Ja. Staan. Mag ik over mijn eigen plek? Ja, dit is niet mijn plek, deze kant. Wel? Mijn gezicht. Nee, maar je moet andersom staan. Ja. Ja. Ik ga even taak even. Oké, we hebben net de video opgenomen.
kijken hoe leuk dit topje is. De meiden heb ik ook echt zo leuke outfits. We gaan nu naar Amsterdam, gaan foto's maken en lekker naar de Albert Kuip. Hopelijk is het leuk daar. Pak. Nou, we zijn op de Albert Kuip met de girls. We hebben een lekker koffietje. Ik heb een dirty oat chai. We gaan het uitzoeken. Zitten bij Sam. Ken je Sam? Nee. En we willen een bouwbun, want iemand had dus onder mijn video gecomment. Kijk goed voor het Albert Kuip hele lekkere bouwbuns hebt. Dus we gaan die opzoeken en ik hoop dat we ze kunnen vinden. Jongens, we hebben net een koffie gehaald. Ik heb een chai tea latte. Ik heb nog nooit, niet normaal lekker, zo een lekkere chai tea latte op de Albert Kuip. Niet normaal. En we gaan nu een bouwbun halen. We hebben het gevonden. Maar er staat een rij echt van niet normaal. Jouw spotlight staat weer eens aan. Hey, leuk hier in. Ja, leuk. Doe daar maar eens je leuk. Oh. Oh my god. We hebben het. Dit is niet normaal. Ik ben benieuwd. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ben inmiddels thuis. Ik ga editen en leren. Ik had dus gisteren die chai latte op. Bij de Albert Kuip. En het was zo fucking lekker. Dat ik het heb geprobeerd na te maken. En het is echt ziek goed gelukt. Ik ga het even laten zien. In ieder geval. Ja, ik vind het echt super lekker. Maar het komt omdat er ook gewoon veel suiker in zit. En dan is het altijd lekker. Maar ik heb even mijn laptop. Ga ik even. En het is een. Maar kijk. Dit is mijn koffietje. Yum. Ja, ik heb eigenlijk gewoon een espresso shot gezet. We hebben zo'n espresso ding. Dan had ik kaneel. Koek- en speculaaskruiden. Vanillezuiker zakje. Niet helemaal de helft of zo. En je kan ook vanille aroma doen, maar dat had ik niet meer. En Oatly, the favorite ever. En dat al die spulletjes met havermelk in dit ding pleuren. Oh, zit water in. En dan hem op aanzetten en dan een espresso shot en dan heb je het. Goedemorgen allemaal, het is inmiddels alweer maandag. Ik heb gisteravond echt niks meer gedaan. Ik was zo moe. Dus ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet de video een blauw duimpje omhoog te geven als je de video leuk vond. Vergeet zeker niet op mijn YouTube kanaal te abonneren. En me te volgen op Instagram. Dus @sarahvoort. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.